in het Zwaantje. In een setting die corona-proof moet zijn. Er worden vandaag ook opnames gemaakt. Het is natuurlijk wel een heel bijzonder moment wanneer je wordt gedecoreerd. Namens Zijn Majesteit mag ik er vandaag 4 inwoners van onze mooie gemeente toespreken. Maar ik wil straks de partner vragen om dat op te stellen. Dan ben ik graag het woord gaan richten tot degene die ik in het oranje zonnetje mag zetten. En ik wil vragen aan degene die ik toespreek om hier te gaan staan. Ik heb Willem-Alexander tussen ons ingezet. De heer Michiel Arnoldus Franciscus van Duinhoven met de roepnaam Giel. Zo was u maar liefst 16 jaar, van 1973 tot 1989, voorzitter van het jeugdbestuur. En ook nog 17 jaar, namelijk van 1973 tot 1990, lid van de Raad van 11 en aansluitend tot 1997 lid van het hoofdbestuur. En deze Alprinsen organiseren bijvoorbeeld de jaarlijkse fietstocht en de kistentrui wandeltocht. U doet deze vrijwilligerswerkzaamheden zeer gemotiveerd en met grote betrokkenheid. Mevrouw Jacoba Cassina Maria ten Haag, Weijers. Maar af en toe bloeit er toch wel iets tussen middelaar en monk. Hè? Al is het alleen maar omdat uw zoon is prins geweest. Sinds 2015 maakt u deel uit van het dagelijks bestuur van de Katholieke Bond voor Ouderen. En behalve dat u een zeer actief en proactief bestuurslid bent, bekleedt u tevens de functie van penningmeester. Ja. A.F. Herings, met de roepnaam Tom. U bent reeds vanaf 1972, u hoort het goed, lid van Scouting Don Bosco. We zijn er nog lang niet. Bij Scouting Don Bosco bent u ook zeer actief bij de biljartvereniging JSM in Molenhoek. Een andere vereniging waar u actief bent geweest, en dat is een van de grootste verenigingen die wij kennen, is Harmonie Erica, die dit jaar 125 jaar bestaat. Met grote betrokkenheid en enthousiasmerende anderen zet Tom zich op diverse terreinen in voor het maatschappelijk belang van de kerkdorpen Moog, Middelaar, Molenhoek en Molenhoek. Ja, ik denk dat ik als ik een stoel pak en permitteer zo'n probeertje even uit te doen, dan kan ik zelf ook komen. Ja. Laatst is de heer Oosterhof, de heer P.E.R. Oosterhof, last but not least. Helemaal geconcentreerd in de stad Nijmegen. Een enorme waslijst van terreinen. Een groot deel van uw leven dus in voor mensen met onder meer psychiatrische aandoeningen, voor mensen die verslaafd zijn, mensen die op straat zijn beland. Over de wijze waarop u zich inzet voor de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen, heb de heer Hendricks beschreven als ik citeer. Een maatschappelijk bewogen man die de vinger op zere plekken kan leggen. Regelmatig sprak Paul Oosterhoff de gemeenteraadsleden aan Zijn Majesteit Koning Willem-Alexander Bahaar om u, de heer P.E.R. Oosterhoff, bij Koninklijke Zuid te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dus aan haar de eer om de waardering op te spellen, als u dat wilt doen, alsjeblieft. Ik wil eerst nog even met de gedecoreerden naar buiten gaan. Ik maak een foto, statieportret. Even allemaal lachen natuurlijk, hè. Proficiat allemaal, hè. Ja, wel. Nou, geniet ervan. Dank u wel. Ja, dat zou wel leuk. Bedankt voor het organiseren. Ja, graag gedaan. Oh ja. Fuck you.